Vlog 65. Er was heel veel haat voor mij. Nou en? Waarom boeien we niet? Er is heel veel haat voor Sjoel. Sjoel had het voor kerst gekregen, maar hij was dus te groot. Dus Romee heeft nu net een goede maat binnen. Ik heb een hele leuke foto gemaakt in deze selfie-spiegel. Heel gênant, maar... Selfie-spiegel. So far away. That's so close. Wij zitten in de fietstaxi. Wij gaan vandaag naar Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb helemaal een schorre stem. Het is wel handig als je tweeling bent, want dan kan je alles met elkaar splitten. Dus we hebben altijd 50% korting. Ik wil een ton volgers als we onze 100ste vlog online hebben gezet. Anders doen we het niet. Leuk huis heb ik zo, als je zo kijkt. Heel leuk huis. Met die schilderijtje op de achtergrond. Haha, eindelijk. Ik wil niet zeggen dat ik je... Is het nog maar naar links, denk ik. Trippel, trappel, trappel van Stien. Een beetje een katertje van Chris' verjaardag. Ja, die zijn we ook. Die moest werken. Oh, die moest natuurlijk gewoon werken. Ja, die is werken. Oké. Zet die al aan? Zeker. Ja, volgens mij wel. Oh, zie je kleine Stinkie ook? Nee. No. Oh, het is wel heel schattig. Hi, Stink. Kijk naar mijn ben hier. Stinky. Hoi. Oh, je moet zo'n fotootje maken, zo samenzittend. Welkom bij onze nieuwe vlog. En nummer 65. Nummer 65. Kun je niet wachten tot de 100 vlog behaalt? Nee. Ik hoop dat we wel dat we 100.000 subscribers zijn met de 100ste vlog. Nou, dus positief gedachten. Gaan we helemaal rocken. Wat je allemaal in deze vlog kan verwachten is dat wij naar het nieuwe huis van Romee en Daan gaan. Om te bekijken hoe ze alles hebben gedaan. En Romee heeft heerlijk gekookt. We gaan naar de Bijenkorf om kerstcadeaus te kopen. Om cadeaus te kopen voor Chris en voor onszelf. Een mooi presentje. Ja, met Liz en Mike gaan we naar de Bijenkorf. En ik show mijn nieuwste outfit van de Rijnse plekjes van de zomer. Jawel. En gaan we met de fietstaxi naar Momo's uit eten. Dus ben je nou benieuwd? Blijf kijken. En subscribe. Ook laat ik deze vlog eventjes nog een beetje op het kleine dingetje in mijn huis zien. Mijn nieuwe lampen onder andere. En onze nieuwe outfits. Dus. En het onze haar opgeknipt. Ja. Love. Rijners. Eén klein stinkie. Eén stinkie. Die moet er alleen maar bij zitten de laatste tijd. Ja. Are we ready to show the new house of Romeo? Nee, we hebben wel een thema. Zwart met goud. Ja. Iemand iets. Cadeautjes. Check, check, check. Honden. Check. Let's go. Stinkie is ook een thema. Zwart met goud. Hotspot. Ik hoor al hondjes blaffen. La 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 la. Koud, koud, koud. Kijk nou. Die jullie gekregen. Oh, leuk. Nee, wat hebben jullie? Chateau Meiland. Leuk hè? Chateau zit er ook op. Wat enig. Wat goed. Ik weet het niet, ik heb nog niet geproefd. Oh, joh. En Romee heeft allemaal dingetjes in de oven en alles staan. Hebben we honger? Het koud zijn jullie. Ja, 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 ja. Daar, ik heb hem op de bank gezet. Dus dan kan je je shit mee. Kom maar. Cadeauten. Waar zijn Frank en Gamba? Oh, hier ben je Frank. Hey, man. Maar het is voor Daan en voor Romee. Zal ik eerst één uitpakken en daarna jij? Nee, mag wel. Als je de eentje weet, dan weet je de andere ook. Hij ruikt lekker. Oh, super mooi. Wat heb je gemaakt in je nieuwe golden keuken? Sausjesbroodjes. Oh, lekker. Zelf? Ja. Yay. Hondjes vinden het ook heel erg lekker ruiken. Ja, ja. Lekkere broodjes. Zou ik hem allemaal in de grond laten? Ja, joh. Natuurlijk. We hebben hem allemaal in de gaten. Wat vinden jullie van Romee's en Daan's nieuwe huis? Het is op en top Romee en Dani. Het is super mooi afgewerkt. Hun hele identiteit zit gewoon in dat huis. Ja. Het is een en al Romee en Daan als je er naar kijkt. Het is natuurlijk goud. Rijn's Food Fashion, de winkel, is ook helemaal goud. Oh, dus dat concept wilde ze natuurlijk doortrekken. Ze heeft denk ik echt een droomkeuken van iedere keukenprinses. Ja, ze heeft twee ovens onder elkaar. Twee koelkasten, nou noem maar op. Alles om de gerechten in te bereiden natuurlijk, waar ze heel erg dol op is. Super mooi marmeren blad. En ze heeft een hele mooie bank gekocht. Een gouden koeker heeft ze ook. Dat had ik ook nog nooit gezien. Dus wij zijn niet echt sterren in koken. Maar als je echt van koken houdt, is dat echt wel de top van het huis. Ja, vind ik ook wel. En ze is nu nog de laatste dingetjes. Moet natuurlijk nog gebeuren. Maar we zijn echt super trots op Daan. Heeft ook super veel zelf gedaan. Dat is echt super handig. Echt heel knap. En met de drukte die met de winkel en alles. Vind ik dat het echt behoorlijk snel. In oktober hebben ze het huisje volgens mij gekregen. Is dat zo? Nee, joh. Veel eerder. In oktober gingen ze mee naar Ibiza. Oh ja. Maar ja, toen had het maar nu echt weer 4 maandjes. Volgens mij hebben ze het helemaal afgemaakt.
gemaakt. En het was echt, je ziet het niet meer terug hoe het was. En dat is vreselijk. De vloed was heel erg mooi. Ze hebben er een hele soort leuke suite van gemaakt voor z'n tweeën echt. En het is nog niet helemaal af, want de inloopkast was er nog niet. Maar dat is allemaal voor de voor later. Dus niet onze stijl, maar het is wel een prachtig stijl. Ja. Is dat precies we hebben alle drie een hele andere stijl voor huis. Dat is heel grappig. Ja, ik heel minimalistisch. Ja, jij bent heel druk. En ik ben heel kleurrijk. Maar nu komt het niet heel goed uit. Want ik denk als ik een soort modern huis heb, dat kleur dat het veel beter uitkomt. Ja, dat wil ik om nu verven. Dat is ja, denk ik. Dus een Missoni trap en normaal. Ja, ik wil gewoon alles kleur. Dus dat wordt dan op een top mij. Op een top jou. En ook een beetje met jij. Correct. En wat we voor mij hadden gegeven voor het huis was een, ik weet niet hoe het uitspreekt. Bouwhof. Dus dat zijn van die hele mooie geurkaarsen en die waren dus helemaal in het goud. Maar dat gaat dus uit de collectie, dus dat is een beetje jammer. Ja. Maar ja, voorlopig geeft ze wel voldoende aan zo'n hele grote kaars. Mega groot. En ze hebben ook geurstokjes erbij gegeven van Bouwhof ook in glanzend goud. Zodat mensen het er weer helemaal met interieur. Dat vind ik wel zo fijn goud. Als je dan iemand een huis hebt dat je niet denkt, dat vind ik zelf leuk. Dit vonden wij zelf trouwens ook prachtig. Ja. Maar wat vinden de mensen leuk? Nou, dat is. En dat weet zij precies wat mij natuurlijk leuk vindt. Wat had ze voor lekkers allemaal gemaakt? Nou, ze had een bulgur salade. Ja, bulgur. Met zalm en geitenkaas. En, volgens mij zit die ook in haar kookboek. Die is heerlijk. Quinoa. Ze had saucijse broodjes gemaakt zelf. Worstenbroodjes zelf gemaakt. Met kaascroissantjes. Want ze had natuurlijk, de mannen houden alleen maar van vlees natuurlijk. Dus daar had ze een beetje op gericht. Tonijnsalade had ze zelf gemaakt. Dus we hebben echt helemaal gesmukt. Voor de rest had ze heel veel beleg ook nog gehaald. Maar dat was kant en klaar. Dan. Het is ons zo goed bevallen dat we morgen nu weer bij haar gaan lunchen. We gaan morgen weer lekker bij Romee op de zondag lekker op de bank lunchen. Dus dat is wel echt een goed idee. We zien elkaar nog wat vaker. Heel veel haat voor mij? Nou en? Waar boeien we niet? Er is heel veel haat voor Sjoel. Ze zeggen allemaal, Romee is wel blij met de normale kitchen eet. Dus Sjoel moet alleen maar Burberry krijgen. Het duurder is dan een Burberry broek. Dus. Ja. Maar wij waren onze camera kwijt en hij lag dus bij Romee. Bij mij. Bij jou, Chapito. We zijn weer leuk bij Romee in de winkel. Kijk, ik heb vandaag een nieuwe collection aan. Hoe leuk. Met die gaten. Sjoel, laat het me zien. Sjoel had hem voor kerst gekregen, maar hij was dus te groot. Dus Romee heeft nu net een goede maat binnen. Wat leuk. Beeldig. Ik vind die onderkant ook leuk dat ze groot zit. Heel leuk. Dus deze kaartjes kunnen weg? De kaartjes kunnen weg. Oké dan. Super lief, hè? Die zijn ook pot. Nou, wie nog meer dan? Nee, niet. Sjoel heeft nu alleen maar negatief tijd. Dus ze is niet te genieten. Waarom? Ze zijn jaloers omdat je zo happy bent. Ik weet niet. Jawel. Ze is zo happy door mij. Het zal allemaal jaloers zijn. Ik weet hoe het voelt. Julie, past jouw nieuwe Burberry broek eindelijk? We hadden het bij Romee in de winkel inderdaad gefilmd. Ja, hij past eindelijk. Hij is nog steeds oversized, maar dat vind ik wel leuk. Maar als hij dan maar in mijn taille goed zat, de vorige broek was echt te groot. En dit is nu precies echt mijn maat. Dus ik heb hem eigenlijk meteen aangehouden. En het is op en top. Ik ben altijd, als je die klein bent, fan van Burberry. Ik weet niet hoe dat komt. De overheid. Dat denk ik ook, maar toen wist ik nog niet wat het merk was. Maar ik vond die ruitjes gewoon altijd wel leuk. En ik hou het ook echt alleen bij de ruit. Je maakt me ook alleen maar blij met de ruit. Ruit gewoon. Dus iedereen overal waar ze zijn als Burberry in de sale, dus krijgt die een bericht. En nu zelfs van de fans. Dus dat vind ik heel erg fijn. Ja, sorry, ik zit iedere keer alleen maar mijn haar. Ik ben niet denk ik korte plukken. Dus ik denk heel fijn. In onze vorige vlog hadden we gezegd dat we heel veel haatcomments kregen en we die verwijderen. Ja. We willen jullie helemaal bedanken voor alle liefde die we dus wel onder die vlog hebben gekregen. We hebben heel veel liefde en support van jullie gekregen. Eigenlijk hoe het hoort. En daar zijn we heel erg blij mee. Dus het is niet alleen maar haat. Zo bedoelen we het ook niet. Maar we vonden het wel even belangrijk om het te delen met jullie. Dat we het niet leuk vinden. Ja, want wij zijn ook maar mensjes. En jullie typen dat misschien binnen zeg een minuut. Maar wij lezen dat wel allemaal. Dus jullie het allemaal gaan schrijven, doet het toch wel iets. Dus daarvoor verwijderen het ook, want het wordt alleen maar meer. Ja. En we vinden het gewoon leuk om die positiviteit te behouden. Van onze vlogs. En als je het niet leuk vindt, dan hoef je natuurlijk ook niet te kijken. Dan kan je gewoon unsubscriben. De jas ga je zien op de foto. Telefoon. Misschien is dat wel zo polite. Oké, nou, let's try to make a picture. Ik vind je beeldig staan. Sta ik erop? Look how pretty. Jill en ik zijn erbij. Curve met Maaikje. Even mijn mutsje op. Ik heb het opvlieger. Ik heb net een hele leuke foto gemaakt in deze selfie-spiegel. Heel gênant, maar... Selfie-spiegel. Ja, ik bedoel selfie in de spiegel. Ik draag, alles momenteel van de nieuwe collectie, de body. Sportlegging met gaatjes. En het leuke tie-dye jasje. Allemaal komt het in februari uit, Puls. En ook draag ik nu gecombineerd met mijn nieuwe Prada-tasje. En Balenciaga schoentjes. En ik heb er net een te leuke Billie Eilish hoodie gekocht. Met H&M Collaboration. Voor 25 euro. Ja, we gaan nu richting onze tante. Die werkt namelijk op het hoogste segment dames sinds kort. We gaan haar even verrassen. Moesten we daar niet op voor Liz wachten? Heb je iets van Liz gehoord? Liz. Moet ze mee eet? Ja. Eet ze mee? Maar komt ze dan hierheen? Ja.
Oh, dan wachten we eventjes. Ze is nu toch klaar met werken, of niet? De money. En nu Sil in de bijk, hoor. Dus dat is wel erg leuk, jongens. Zien we nog wat leuks? Zien we nog wat leuks? Zie je een mutsje? Dat is pas pillen, jongens. Kijk nou. Ga je dat zitten? Ja. Ga je dat pillen? Ga je die pillen? Ga je pillen, pillen, pillen. Oh, dat is een trui. Tot nu toe vinden we nog niet iets spannends. So far away, but so close. We moeten even kijken waar Liz is. Tiffany. Oh ja, Tiffany. Ja. We zijn eventjes op Liz aan het wachten tot we naar de mama gaan. Liz. We zijn bij Tiffany & Co. met Liz. En we krijgen mimosa's. How cute. Niet leuk met deze pleister, maar how cute. Cheers. Voor Marie? Nou. Hij stelt niet scherp. Wat een kloot ding is het toch altijd. Heb je bandje al? Nou, let's go. To Tante Tanny. Wacht, hij scherp. Let's go to Tante Tanya. Dit was een mimosa's. Oké. Dat ik dit lekker vind, jongen. Dat is ongelooflijk. Niet normaal, hè? Maar van wie heb je die gekregen dan? Wil jij die niet, Liz? Nee, joh. Oh? Dan hou ik die van mij ook lekker. Het is mijn tweede glaasje. Nee, oh, Liz. We gaan naar links, we gaan naar Tanja. Want hij is wel bijna leeg. Oh, dat zet ik me uit. There she is! Hallo. Wie found? Tante Tanny. Volgens mij zie je ons niet. Wij zitten in de fietstaxi. Oh god. Wij doen dit, want wij gaan vandaag naar de Vierlanden. Ga lekker eten en Marie en Liz blijven achter ons. Ik weet niet of jullie het ziet. Oh, het is echt fokken weer. Daar gaan ze. Dag. Dag. Wij zijn bijna bij Momo. En we zijn heel goed voor het milieu, want we zijn met de fiets. Alleen mijn sigaret is wat minder gezond, hè? Wie ik ongezond. Quit. Wanneer gaan we stoppen? 2021. Hier, het hoekje. Daar zijn de meiden, hoor. Kan jij mij een hele goede strategie filmen? Om het diefstal te voorkomen, heeft Jules een hele goede strategie. Kijk nou, Jules. Zitten even lelen aan tafel. Hoi, Betje. Nou, zeg. Nooit leuk. Nou, heb je pech. Oh, je hoeft ook voor jou. Sorry, ik heb nu als eerste dish tacootjes. Wel pittig in sausje. Willen jullie dit allemaal? Ja. Heel graag. Ik zit er een lepeltje bij. Oh. Het voelt als een zaterdag, hè? Ja. Wie is het nog binnen? Ja, wij ook. In de comments kwam ook vaak de vraag, waar is de vriend van Marie? Ja. Ja. Nou, die is er altijd bij, dat is één. Jij was er altijd bij, maar nu we naar de bijenkorf waren geweest... Moest je het rondje passen? Moest je het rondje passen? Nou, moest niet. Nou. Zegt hij af. Moest niet, alleen het was ten eerste vreselijk weer. Het was keihard aan het regenen. Druk, en het was eigenlijk plotseling, we moesten nog een cadeau hebben voor Chris. Dus ik dacht, nou, ga heel snel even naar Amsterdam. En maar Liz werkt dus ook in. Ja, Liz werkt bij Tiffany & Co. En die zag ons natuurlijk lopen. We gingen even langs bezoekje, zei, wat gaan jullie doen met eten? Ik dacht, nou, eigenlijk wel gezellig om even uit eten te plotseling gaan. Gezellig met z'n allen uit eten gaan. En je ziet jij wat minder, omdat hij er gewoon niet zoveel van houdt. Dus je zal het denk ik ook niet heel vaak nog gaan zien. Nee, en Mike houdt er ook niet zoveel van, maar ik niet zo als de camera was gezien eigenlijk. En ik heb jij gefilmd tijdens kerst. Ja, aan de tafel. Dat was ook heel, heel bijzonder. Dus jullie zien hem echt wel af en toe verschijnen. Maar het is eigenlijk wel leuk als jij hem opkomt. Hey, Jan. Hey. Dus hij is ook wel een beetje, bij. Spannend. Hi. Hi. Okay. Dus die is er zeker wel altijd bij. Zo. Het is vandaag zaterdag. En wij zijn afgelopen donderdag naar de Bijenkorf geweest. Wat hebben we gefilmd voor jullie? We hebben onder andere zijn we even langs geweest bij onze tante Tanja. Want die werkt sinds kort bij de Bijenkorf. Bij de damesafdeling, hoogstgewend. Wij gingen over op bezoek. Want wij moesten nog een cadeau hebben voor onze neef. Die was gisteren jarig. Dus wij moesten sowieso in Amsterdam zijn. En dachten we, nou, hoe gezellig is het als we eventjes dan langs haar gaan. En toen zijn we ook nog... naar de Prada Store geweest. Want we hadden een tasje op onze wishlist gezet. En we werden gebeld die binnen was. Dus dat is deze geworden. Jullie kunnen hem al in het zwart bij mij voorbij zien komen. Maar ik heb hem dus nu ook in het crème met Chill samen gekocht. Het is wel handig als je tweeling bent, want dan kan je alles met elkaar splitten. Dus we hebben altijd 5% korting. Zo maken we elkaar maar wijs. En we hebben ook even naar de H&M, want de Billie Eilish collectie was uit. Kwam er veel te laat achter. Maar ik heb toch deze hoodie nog kunnen scoren met dat crème. En een bijpassende broek. Het is maat L, dus ik heb hem helemaal geknoopt, maar maakt niet uit. Het is wel een heerlijk setje. Ik zal hem even in de spiegel laten zien. Dan is dat een beter idee. Let niet op de troep. Dit is dan de Billie Eilish hoodie die ik heb gekocht bij de H&M. Superleuk. En dan deze broek in een L. Ik heb hem helemaal dicht geknoopt. En hij is veel te groot, maar dat zie je toch niet als mijn hoodie eroverheen
bevalt. Dus heerlijke loose wit outfit. En Sjoe en ik zijn ook naar de kapper geweest. Sjoe ook. Ik zal even laten filmen. Ik heb ook aanzienlijk mijn haar een stuk korter. Maar het valt eigenlijk niemand op. Het was eigenlijk tot hier. Dus het is wel echt even gezond. Puntjes eraf. En ik heb korte plukjes. Dat ik een beetje meer mijn haar leuk wat speelser kan doen. Ik werd op een gegeven moment zo lang en zo dik. En zonder één lengte. Dat het een beetje langs mijn gezicht ging. Dus Sjoe komt nu naar mij toe om de dagboekzetting op te nemen voor jullie. Dus gaan we weer hele leuke vraagjes voor jullie beantwoorden. En we hopen weer dat jullie deze week vlog heel erg leuk vinden. We gaan deze week ook nog heel veel inkoopafspraken. We gaan weer bijna naar China. Dus weer drukke tijd voor de boeg. Jeetje. Dus ochtend komt niet goed uit mijn woning. Sorry. En als we vragen krijgen voor over mijn lipstift. Ik draag momenteel Spice Lip Liner van MAC. En Lady Be Good van MAC lipstift. Kan ik een beetje mijn lippen overlijnen. Zodat het iets vollere look geeft. Vind ik toch soms leuk om te doen. Aangezien zonder lipstift dan iets minder is. En ik ga nu even wat eten. Dagboekzetting opnemen. En lekker filmen dagje met Jaime doen. Jaime is nu werken. Dus ik wacht even tot hij thuis komt. En gaan we gezellig wat eten. En dan verder helemaal niks doen. Maar misschien ook wel leuk is om te filmen. Ik ben niet op de verdere tafel. Moet ik nog heel even opruimen. Is dat ik nieuwe lampen heb in mijn huis. Ik vond die zilveren heel erg mooi. Ik verkoop ze trouwens. Dus als jullie geïnteresseerd waren, moet je me even een DM-bericht sturen. Deze zijn veel luchtiger en meer echt in de kleuren van mijn huis en ook van mijn schilderijen. Je ziet het niet heel goed op camera, maar het zijn dus eigenlijk een soort van bloemen. Dit is dan een lichtere kleur. Dat is een donkere variant. En dan heb ik dan op verschillende hoogtes laten ophangen door mijn schoonpaps. Heel erg lief. Dus dat is echt ideaal met een gouden stalen frame en houten dop. Dit heb ik dan online gekocht. En ik ben er echt heel erg blij mee. Daarbij heb ik ook mijn boeket van jasmijn bloembinders hierop aangepast. Het was altijd met geel en roze. En nu heb ik echt de perfecte kleuren die erbij passen voor bij mijn lamp. Echt, ik ben heel erg blij mee. Dus nu wordt het steeds bij een beetje weer nog steeds weer mijn huisje. Weer helemaal op en top. En hierbij heb ik nog steeds natuurlijk die citroenen heb ik wel gewoon gehouden. En achter de kast hebben Jaime en ik even bij de IKEA gekocht. En in elkaar gezet voor onze troepjes. Want het werd op een gegeven moment zoveel troep wat ik allemaal koop. Dat ik wel ergens moest opbergen. En hier is Frank. Frankie! Wat ben je aan het doen? Dus dit wilde ik eventjes met jullie delen. Ik denk dat ik deze lampen veel mooier vind. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Die anderen waren echt zo aanwezig dat ik dacht van het moet even wat luchtiger in huis. En die boeketten erbij is echt amazeballs. Kijk hoe leuk. En ik heb ook overal mijn schilderijtjes opgehangen. Nou, niemand die dat opvalt, maar ik vind het echt beeldig. Het lijkt nu scheef te hangen, maar dat is het dus niet. Hoe kan dat nou? Oh, zo is het denk ik beter. Echt geweldige illustraties heb ik in Haarlem gekocht. Hoe komt het al het lange haar? En ook met deze paal met het lange haar. En deze is ook met het lange haar. Ik heb eigenlijk alles met lang haar gekocht, onbewust. Misschien is dat toch mijn voorkeur daaruit naar gaat. Ik heb een heerlijke nieuwe mand voor Frank. Hé Frank, ja. Ik heb een heerlijke nieuwe mand voor jou gekocht. En dan heb ik dan ook nog in mijn gang nieuwe schilderijtjes gekocht. Oh my god, de laundry. Wie vindt het ook altijd zo vreselijk om de was te doen? Ik heb nu maar even op stapel gemaakt, anders ga ik het gewoon niet doen. Dan verstop ik het in de wasmand, dus ik heb nu eruit gegooid. Mijn andere wasje is nu bezig, die is over 30 minuutjes klaar. Dus dat ga ik eventjes dan doen. En ik heb hier ook nog twee schilderijen van dezelfde tekenaar die dit voor mij heeft gemaakt. Nou, niet voor mij, maar die heeft deze illustraties gemaakt. Dit is met kwallen en dit is met allemaal flamingo's. Geweldig, hè? Dus het wordt beetje bij beetje nog wat bij mijn huis. Ik zoek nog een heel mooi kleed. Ik had namelijk dit kleed in de gang liggen van Missoni. Maar Frankie vond het nog zo nodig om dat helemaal kapot te trekken. Dus die heb ik nu moeten verstoppen in de kledingkamer. Hey, Chiri, ik ben je aan het verstoppen. Dus dat vond ik zonde. Dus ik moet hier een kleed hebben zonder haren waar mijn terror niet aan kan bijten. Ik heb nu zoveel mogelijk botjes voor jou gekocht. Dat je je tandjes kwijt kan, hè? Ja. Wat is dat dan? Wat is dat dan? Is dit een camera? Heb je het nooit gezien, hè? Ga zitten. Zit. 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 En als jullie denken, wat heeft hij in kale pootjes? Hij is onder narcose geweest, dus dat... Jullie niet denken, wat heb je nou, hè? Is alles goed gegaan? Vrolijkste hondje ever. Dit is nou echt een pup, hè? Frank, jij bent echt een puppy. Ja, wat is dat dan? Ik krijg even mooie kammen. Het is niet normaal. Precies dezelfde kleur crème als de Reiners collectie. Dus als ik hem meedraag, dan denkt iedereen, wat heb je nou in je handen? Want ze zien hem bijna niet. Ah, hondje pas helemaal bij de Reiners collectie. Nou, zoals je ziet praat ik weer echt één stuk door. Waarschijnlijk verveelt me. En dan wacht ik op Sjoe. Maar misschien vinden jullie het wel leuk om meer in ons huisje te kijken. Sjoe ging het ook nog steeds filmen. Dus dat zal ze ook wel binnenkort gaan doen. En ik ga ook wel binnenkort eventjes weer een soort leuke haartattoos opnemen op make-up. Want daar is altijd heel veel vraag naar ook. Als jullie denken, waarom komt Chiritje niet voorbij? Zij is geen ochtendhondje. Zie je? Zij moet slapen. Zoveel mogelijk, zo lang mogelijk. Liefst ligt hij om 2 uur nog in bed, hè, Chiri? Mijn meisje. Dus vandaar dat ze altijd verstopt in de ochtend. En zoals nu ook. Ze wil alleen maar in slaap vallen. Hé, hey, mijn meisje. Kusje. Goed, ja. Ja, ga ik een botje voor jullie pakken. Oké, dan moet jullie allebei wel gaan zitten. Zit.
Goed zo. Eén voor jou. En één voor jou. Lekker smullen. Ze zijn echt bijna dezelfde kleur trouwens. Chiri is wel wat oranjeachtiger. Echt meer dat oranjeabel, hè, Chiritje. En jij bent een mixje nog van alles. Krijg vergeten naar je potje toe. Kom, Chiri is verwend. Die wil alleen maar altijd mensen eten. Biefstukjes en zo, hè. Kipfilet. Frank, jij vindt alles lekker, hè? Goed voor de tandjes. Chiri, het is lekker. Kijk, ze kauwen met de tweeën. Yes. Frank! Pas op, Frank! Hey. Hallo! Goedemorgen! Goedemorgen! Kijk maar! Ik heb helemaal een schorre stem. Oh, is dit mijn stem? Is dat jouw stem? Jules is ook naar de kapper geweest. Ja, er waren heel veel opmerkingen over mijn dode punten waar jullie gelijk in hadden. Maar Jules durfde niet, want ze was bang. Ik durfde niet, want dit was zo lang en nu is het echt heel erg kort voor mijn doen. Maar het is, ja, ik heb net in de wind gestaan, dus het is een beetje blij. Ja, maar je ziet wel al dat het veel beter is. Het is gewoon nu lekker aangroeien. Het ziet er heel mooi uit. En ik ga het nu één keer in de week ook feunen, dus dat zal ik in de volgende vlog meenemen. Ja, dat we even onze haar hebben gefeund. Dat was echt namelijk echt, het zag er heel mooi uit. En Jules ook een heel cool pak aan. Het is niet van Reinders. Ja, daar heb ik ook heel veel vragen over. Want ik had hem ook in het paars aan. Hij is van Danielle Cantari. Ik is Adidas. En zij heeft nu ook zeg maar ons tasje van Prada als riem gebruikt. Heel origineel. Hahaha. Dan heb je hem zo. Ik vond het wel heel creatief van jou, Jules. En ik heb hier mijn geld in gedaan. Super handig. Dus we gaan nu onze dagboekzetting opnemen. Niet in Reinders dit keertje. Maar jullie hadden ook de vraag wat we allemaal hadden gekocht. Dus leuk als we dat ook even aandoen. Ja, toch? Marie, kun je nieuwe Billie Eilish hoodie showen? Nou, I'm wearing it right now. Ik heb het net ook even aan jullie laten zien. Ook met de broek die ik nog heb gevonden. We hebben niet al onze aankopen gefilmd in een vlog bij de Bijenkorf. Aangezien ik al één vlogcamera had en een tas. En het vindt echt heel moeilijk dan om dingen te laten zien. Dus vandaar dat ik het eventjes nu had laten zien aan jullie. Misschien dat je nog één seconde misschien dat tasje kan laten zien. Ik heb hem snel even net laten zien aan jullie. Ja, het is nu momenteel sinds best veel die praten met. Ja, Jules had momenteel nu dat riempje in het zwart onder de kopertje heen. Het is dan deze. En het leuke vinden wij is dat je hem dus zo kan dragen los. Dat je de riem dan apart kan dragen als riem. Om je middel. Dus is wel echt een uitgave. Alleen je kan het dus wel gebruiken als riem en tasje. En wij zijn dus met z'n tweeën. Dus dan gaat het ook nog eens door de helft. Ja, dat had ik net uitgelegd hoe fijn. Dus we hebben eigenlijk altijd 50% korting. Ja, en dus nu hebben we een mooie crème en zwart. Want dat zijn eigenlijk altijd onze kleuren die we elke dag bijna dragen. Van de Reinders collectie past het ook. Het is een perfect match. We gaan binnenkort ook echt tweelingfoto's weer maken. Met z'n tweeën. Met helemaal hetzelfde outfitje. Dus... En het merk is dus van Prada. En omdat het van nylon is gemaakt, is hij super licht. Dus voor de meisjes onder ons. Af en toe toch een tasje echt. Dan op een gegeven moment dat je schouderspijn krijgt van dragen. Dat heb je dus bij deze niet. Dus dat vinden wij ook wel echt een voordeeltje. Wij gaan binnenkort weer naar China. Hoe gaan, ja. Hoe gaan de preps? Hoe gaan de preps? Nou, we zitten momenteel in ons inkoopseizoen. Dus alle klanten komen wel eens inkopen. Ja. Iedereen is gelukkig heel enthousiast ook over onze nieuwe wintercollectie. Ja, de wintercollectie wordt echt een meetbald. Het is echt super leuk om te horen weer. Dat we er zo lang aan hebben gewerkt. Dus we gaan jullie een beetje meenemen met dan wat we dan gaan doen in China. Gaan we het nu allemaal filmen qua design? Ja, zodat we dit later aan jullie kunnen laten zien. In augustus. Ongeveer kunnen we die vlog ook droppen. Dus dat zijn we aan het voorbereiden. De nieuwe collectie voor volgend jaar zomer zijn we aan het voorbereiden. En we hebben nu best wel veel goede reacties gehad op deze huidige zomer. Ja. We weten een beetje wat jullie wat graag willen en wat jullie aan willen doen. En wij moeten een locatie hebben voor onze nieuwe shoot, nieuwe campagne te shooten. Ja. Dus als jullie leuke ideeën hebben, we willen liefst niet te ver reizen vanwege de jetlag. Aangezien John en ik nog wel leuk op de foto moeten staan en niet met Wallen. En ook qua tijd gebruik, dan ben je toch weer 2 dagen. Ja. Dus als jullie nog leuke tips hebben waar we nog niet zijn geweest, zal we lachen. Ja. Het is dus een wintershoot, maar op zich maakt het niet uit als de plek warm is. Het gaat meer om de locaties en om de plekken waar we niet in sneeuw te zijn of zo. Nee. Dus dat zijn we nu aan het voorbereiden. Ja. Ja, en verder is het eigenlijk een beetje van hetzelfde. We hebben een Harley verjaardag volgende week, wat je voorbij ziet komen. Het is ook weer jarig. Ja, dat gaat super. Dus we gaan naar Palladium met de meisjes. We gaan ons kantoor wat er waarschijnlijk weer laten zien. Ja, en de afspraken. Gaan tour doen, de afspraken. En we gaan denk ik ons haar ook wel even leuk vullen voor Harley de verjaardag. Ja, dat kunnen we meenemen. Zoals jullie ziet, zit er nog steeds bij mij best wel veel slag in. Ja, en ik heb het 5 dagen geleden gefeund. En we wonen in Zandvoort met al het wind. Dus dat er nog überhaupt een slag in zit, vind ik echt super knap. Ja, ik heb vanochtend mijn haar gewassen, dus nog een beetje. Dus gaan we eventjes voor jullie meenemen. En dan was dit eigenlijk weer onze weekvlog. We hopen dat jullie deze vlog weer net zo leuk vinden als wij. En blijf ons supporten en subscriben. Want ik wil een ton volgers als we onze 100ste vlog online hebben gezet. Anders doen we het niet. Dus we hebben nog 5 vlogs te gaan, dus subscribe. En dankjewel voor alle liefde. Doei. Reinders.